Kees Bol, eerste sprintrit vandaag met jullie kopman Mark Cavendish natuurlijk ook. Hoeveel vertrouwen is er binnen de ploeg? Ja, het vertrouwen is groot. Iedereen is zenuwachtig, dus dat is denk ik een goed teken. Maar we hebben er zin in en een mooie sprint. Ja, waar tekent die zenuwachtigheid zich in? Wat merk je aan iedereen? Nou, het is moeilijk om te zeggen wat je merkt aan de anderen, maar ik voel zelf gewoon gezonde spanning. De eerste dag dat we er echt vol in het gevecht moeten zijn en dat is wel mooi. Hoe ziet die trein er straks uit vanmiddag? Welke positie heb jij bijvoorbeeld? Ik zit tussen Ballerini en Morkov in. En Morkov is de laatste man. En dan, goed vol erop natuurlijk. Wie zien jullie vandaag als de grootste tegenstanders? Philipsen denk ik. Dat is, ze hebben een goede trein ook bij Alpecin. En hij heeft vorig jaar natuurlijk bewezen dat hij heel dominant is in de sprints. Dus ja, die zal er vandaag zeker dichtbij zijn ook. Gezien ook de voorbereiding van Mark. Hoe goed is hij op dit moment? Hij heeft natuurlijk twee lastige dagen gehad. Wat zegt dat over de rit van vandaag? Niet zoveel. Eigenlijk gisteren was op zich prima. Eergisteren had hij eventjes een slecht moment. Maar we hebben er vertrouwen in dat hij vandaag goed is. Wil ik ook alvast eventjes naar de dag van morgen. Het is natuurlijk een vrij korte bergrit. Nu heb ik een bergrit gevonden uit de Dauphiné van 2022, waar ook de Galibier in zat, met ongeveer dezelfde afstand. Toen was de tijdslimiet 15%, een minuut of 35. Verwachting is dat dat morgen ook zo gaat zijn. Hoe groot is dat probleem? Geen idee. Daar gaan we vanavond naar kijken, joh. Misschien morgenochtend zelfs pas. Daar maak ik me nou echt nog niet druk om. Maar het is ook dus niet iets, als je dit zo hoort, dat je denkt van meteen met die start lang bergop. Het is niet iets waar je druk om maakt nu. Nee, ik heb wel gezien, het is niet stijl. Zeker in het begin niet. Ik denk dat het goed moet komen. Waarmee zijn jullie vandaag tevreden? Dat is moeilijk. Maar we gaan voor het hoogst haalbare, dat is het belangrijkste. Snap ik die zenuwen wel. Dankjewel, Kees.